Waar blijft dat kasteel nou? Dacht Grozewijn. Het is al bijna avond. Ridder Grozewijn reed te paard door een lange beuklaan. De gladde stammen van de bomen glommen donker van de regen. Grozewijn huiverde. Zijn kleren waren doorweekt. Hij moest toch bijna bij kasteel Groeneburg zijn, waar zijn vrienden Arnold en Jorrit woonden. Aan het einde van de laan werd er iets lichter. Hij spoorde zijn vermoeide paard aan tot draf. Gelukkig, daar was het kasteel. Groot en grijs stond het daar, omgeven door een slotgracht. De ophaalbrug was al omhoog. Grozewijn pakte zijn jachthoorn en blies een paar korte tonen. Op het kasteel hadden ze hem gehoord, want daar klonk geknars. De brug werd neergelaten. Er verscheen een schildknaap na een korte begroeting. Goedenavond. Ook goeie avond. Ging Grozewijn naar de binnenplaats, waar hij afsteeg. Grozewijn liep naar de trap, die naar een groen met wit gestreepte deur leidde. Binnen liep hij gelijk naar de ridderzaal. Grozewijn hoorde de mensen praten en lachen. Er brandde een haardvuur en een paar honden lagen op de vloer op pot te klijven. De kasteelheer, zijn vrouw en vier dochters zaten op de houten banken rond het haardvuur. Er stonden twee jonge ridders tegen de schaal geleund, zijn vrienden Arnold en Jorrit. Hey, welkom jongen. Goed dat je er bent, vriend. Geef me droge kleren en een flink bord eten, zei de kasteelheer. Even later zat Grozewijn in geleende kleren achter een bord zwijnenbout, rode kool en een kom gieste pap. Terwijl hij at, luisterde hij naar het gesprek. Ah, vader, kun je niet een van die spookverhalen vertellen? Vroeg jonkvrouw Aleida. Dat van die spookridder, dat vindt Grozewijn ook vast mooi. Goed dan, daar komt het. Hier in de buurt liggen een aantal grafheuvels uit lange vervlogen tijden. Het schijnt dat er koningen en koninginnen begraven liggen en ridders. Niemand weet wat en wie er precies in de grafheuvels liggen. Maar één ding is zeker, het spookt er. Er ligt een ridder die geen rust kan vinden. En weet je wat men zegt? Nee, vertel. Als je daar s'nachts roept, hey dappere ridder, kom eens tevoorschijn. Dan klinkt er een geweldig slag, alsof er dondert en bliksemt. Kluiten aarde vliegen door de lucht. De grafheuvel scheurt open en een gestalte op een gitzwart paard doemt uit de diepte op. Dat is de spookridder. En hij stond recht op je af. Met een stoot van zijn lans gooit hij zijn tegenstander op de grond. Die heeft geen schijn van kans. Velen hebben hem uitgedaagd, maar niemand heeft het overleefd. Na de strijd verdwijnt de ridder met paard en al weer in de grafheuvel. Ridder Grozewijn zit ademloos te luisteren. Zijn gerstenpap was koud geworden. Hier wil hij meer van weten. Arnold, Jorrit, zullen we gaan kijken of het waar is? Maar Arnold en Jorrit lachten hem uit. Ach joh, we hebben dit verhaal 100 keer gehoord. Je gelooft toch niet wat de boeren en jagers vertellen? Ook de dochters van de kasteelheer lachten hem uit. Maar Grozewijn zei koppig. Toch moet er iets met die grafheuvel zijn. Zo'n verhaal komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, het komt uit de grond. Grozewijn zweeg, maar was vast beraden de zaak te onderzoeken. Tegen 12 leende hij een lans van Arnold en vroeg de kasteelheer de weg naar de grafheuvel. De hele familie en zijn vrienden zwaaiden hem uit toen hij over de ophaalbrug reed. De kasteelheer keek bezorgd, maar de dochter zuwde. Doe het spook de groeten. Laat je niet kisten door de spook ridden. Als je tenminste overleeft.
Het regende zachtjes. Er hing een flarde mist tussen bomen. En uit een holle boom klonk het gekras van een uil. En af en toe flarderde een veermuis om zijn hoofd. Verder was het doodstil in het bos. Akelig stil. De hoefslag van het paard klonk harder dan anders. Al gauw doende tussen de flarde mist een grafheuvel op. Gozewijn haalde eens diep adem en riep: "Hé, dappere ridder, kom eens tevoorschijn." Onmiddellijk klonk er een donderslag. Het paard van Gozewijn wilde er weer door, maar hij hield het in bedwang. Toen scheurde de grond open en daar verschenen spookridder te paard. "Ik hoop dat ik dit kan navertellen," mompelde Gozewijn en hij stak zijn lans naar voren. Het paard van de spookridder was een grote zwarte hengst, met ogen als gloeiende kolen. De ridder zelf droeg een harnas met een zwarte rafelige cape eroverheen. Zijn lange lans hield hij rechtop. Het vizier van zijn helm was gesloten. Er klonk een akelig hol gelach uit. De ridding liep over Gozewijns rug. Maar Gozewijn was er klaar voor. En toen de spookridder met volle vaart langs hem heen reed, stoten de ridders elkaar uit de zadel. Allebei vielen ze van hun paard. Nu moesten ze te voet verder strijden. Het harnas van de spookridder knarste. In de jaren dat hij onder de grond had gelegen, was het gaan roesten. Het kostte hem een grote moeite om overeind te komen. Gozewijn kon zich heel goed bewegen in zijn goed geoliede harnas. Hij klom als een wiede weer op zijn paard en reed weg. De spookridder was woedend en gooide met al zijn krachten zijn lans. Gozewijn schreeuwde van pijn toen de lans zich door de beenkappen heen in zijn been boorde. In galop reed hij naar het kasteel. Arnoud en Jorrit stonden hem op te wachten. Ze hadden de donderslag gehoord en ze waren bezorgd geweest. Ze zagen hun vriend aankomen. Hij zag doodsbleek. Samen brachten ze hem naar binnen. Toen ze zijn harnas hadden uitgetrokken, zagen ze een lelijke wond aan zijn been. Aleida waste zijn been en verzorgde de wond. Daarna viel Gozewijn uitgeput in een diepe slaap. De volgende dag moest hij in geuren en kleuren vertellen wat hij had meegemaakt op de spookheuvel. Arnoud en Jorrit stonden er beschaamd bij. Bijna waren ze hun vriend kwijt geweest. En Aleida, die toch al verliefd was op Gozewijn, kon haar ogen niet van die dappere jongen afhouden. Dankzij haar goede zorg genas de wond van Gozewijn binnen enkele weken. Hoe het verhaal van de dappere ridder verder liep, dat is een heel ander verhaal. Maar zijn leven lang begon de wond elk jaar op te dag van het gevecht opnieuw te bloeden om 12 uur. En dat bezorgde hem telkens weer helse pijn.